Ja, dank u. Ja, Ben, het is raar. Hoi. Nou. Het is een wonder wat er gebeurd is in Kortrijk. Op een gegeven moment dringt dat zelfs door in deze geharnaste gebouwen. Wat een schoonheid allemaal. Op dit moment denk ik een van de drie ploegen die een perfecte symbiose met het publiek, het elftal dat swingt. En dan vind ik dat je het als kleinere club, hè, want we hebben vaak veel aandacht voor groot, dat weet ik, dat je het verdient om op een of andere manier in extra time te komen. En we weten dat Glenn de Boek kan praten, dus dat helpt. Gewoon recht in de camera kijken. Het zijn altijd mooie momenten. Het zijn momenten van herkenning, zoals je zelf zegt. En ja, ik probeer ervan te genieten. Het is eigenlijk straf wat hij doet. Bepaalde mensen op een bepaalde positie zetten en die moeten zich opofferen voor de ploeg. En alleen zo kunnen die individuen uitblinken als je dan als collectief gaat denken. En dat is wat hij doet.